Aldo en de vliegende stofzuiger. Op een zonnige morgen was Aldo de ramen van zijn huisje aan het zemen. Maar hij kon niet bij de bovenramen. Die zijn veel te hoog voor mij. Ik ga eerst maar thee zetten. Ik denk dat oom Emo ook wel een kopje thee zal lusten. Oom Emo, ben je thuis? Hé, wat gebeurt hier? Vlug, hou mijn stofzuiger tegen. Jammer, te laat. Maar die stofzuiger kan vliegen. Ik heb hem betoverd. Waarom, oom Emo? Ik wilde dat hij mijn huis schoonmaakt. Jongen, het hele huis leeft. Misschien werkte die toverspreuk een beetje te sterk. Alle dingen maken zichzelf schoon. Toch niet gek, hè, Aldo? U hebt de stofzuiger helemaal niet meer nodig. Laten we eens kijken wat er buiten gebeurt. Kijk, oom Emo, het huis wast zichzelf in de rivier. Nou, ik ga er weer vandoor, oom Emo. Bedankt voor de thee, Aldo. Dag. Hé, daar komt de stofzuiger aanvliegen. Help, wat gebeurt er? Zet me neer. Oh, wat leuk. Ik kan mijn huisje zien. En daar is het huis van oom Emo. Kijk uit voor de bomen. Pas op, de rivier. Ik heb je toch gezegd dat we te dicht bij de rivier kwamen? Nu ben ik kletsnat. Jongen, dat was leuk. Hé, ik heb een geweldig idee. Laten we meteen de bovenramen zemen. Dan is dat ook gebeurd. Die avond sliep de stofzuiger op het bed van Aldo. Welterusten, stofzuiger. Welterust, Aldo. Aldo en de vliegende stofzuiger. Op een heldere avond keken Aldo en oom Emo door een verrekijker naar de sterren. Kijk, Aldo, zie je die vallende sterren? Mooi, hè? Ze zijn in het bos terechtgekomen. Kom, oom Emo, laten we gaan kijken. Wacht eens even, Aldo. Daar komt nog iets aangevlogen. Het ziet eruit als een raket. Het is een raketvliegtuig. En er zit niemand in om het te besturen. Vlug, ga liggen, Aldo. De piloot is uit het vliegtuig gevallen. Bent u gewond? Ik denk van niet. Hebt u 7 sterren gezien? Ja, ze zijn in het bos terechtgekomen. Kunt u me helpen om ze te vinden? Natuurlijk, komt u maar mee. Jij ook, Aldo. Jij ook, stofzuiger. Misschien kun je ons helpen. Dit is een vliegende stofzuiger, piloot. Kijk eens naar al die gaten in de grond. De sterren moeten hier ergens terechtgekomen zijn. Ik zie er 1, en daar is er nog 1, en nog 1, en nog 1. Ik geloof dat we ze alle 7 gevonden hebben. Is alles in orde, sterren? Wat is er gebeurd? We zijn naar beneden gevallen, maar hoe komen we weer terug naar boven? Ik weet het niet. Mijn vliegtuig is neergestort toen ik jullie zocht. Ik weet wel een oplossing. Ik zal jullie terugbrengen op mijn vliegende stofzuiger. Klim er maar op. Waar wonen jullie? Vlak bij de maan. Wie had kunnen denken dat ik nog eens de sterren terug op hun plaats zou moeten brengen? Welterusten, maan. Welterusten, sterren. Aldo en de vliegende stofzuiger. Op een ochtend zat Aldo aan het ontbijt toen er op de deur werd geklopt. De koning wil je spreken, Aldo. En je moet je vliegende stofzuiger meenemen. Kan jouw stofzuiger vliegen, Kees? Nee, ik mag al blij zijn als hij het kleed schoonmaakt. Goedemorgen, majesteit. Wij hebben over je vliegende stofzuiger gehoord en nu willen we vliegen. Ik neem aan dat men erop klimt, zoals op een paard. Ja, majesteit, zo doet men dat.
Vlieg, stofzuiger. Oh, help, wees voorzichtig. Houd u stevig vast, majesteit. Oh, nee. Kijk uit, we komen te dicht bij de gracht. Ik ben nog nooit zo beledigd. Neem hem gevangen. En Aldo ook. Kom hier, stofzuiger. Ik moet je opsluiten in de kelder van het paleis. Ik vraag me af hoe lang we hier moeten blijven, stofzuiger. Wacht eens even. Daar komt iemand. Maak je maar geen zorgen, Aldo. Mijn vader blijft nooit lang boos. Hij zal je zeker vrijlaten. Het speet ons, Aldo. We hebben begrepen dat het een ongeluk was. Maar we willen nog steeds vliegen. Misschien kan mijn oom Emo u helpen. Hierover moet ik eens goed nadenken. Ja, ik denk dat ik het weet. Wat gebeurt er nu? Oom Emo heeft toversnoepjes gemaakt. Als u wilt vliegen, moet u zo'n snoepje eten, majesteit. Dan blijft u telkens een uur in de lucht. Dat zullen we eens proberen. Lieve held! Kijk, vader kan vliegen. Ik, de koning van Arcadia, ben heel tevreden. Ik sla u tot ridder Aldo en ridder Oom Emo. En de koning van Arcadia vloog de hele dag gelukkig rond. Aldo en de vliegende stofzuiger. Op een dag luisterde Aldo naar de politieradio. Opeens hoorde hij iemand roepen: Help! Straks verdrink ik! Oom Emo, kom vlug! Er is een man op de radio die om hulp roept. We moeten erheen vliegen. Kijk, Aldo, daar is de man. Het water stijgt heel vlug. Ik geloof dat we net op tijd zijn. Mijn radio werkt op de stroom die ik maak door te fietsen, maar mijn benen zijn moe. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik begrijp niet wat er gebeurd is. Gisteren stroomde er hier alleen een klein riviertje. Kom, stofzuiger, laten we heel hoog gaan vliegen. Misschien kunnen we dan ontdekken waarom de rivier een meer is geworden. Kijk, daar een stofzuiger, daar beneden. Die reus is midden in de rivier in slaap gevallen. Hé, hey, meneer de reus, word eens wakker. U houdt het water tegen. Het kan zo niet naar de zee stromen. Het land loopt onder. Oh, dat spijt me. Ik moet in mijn slaap in de rivier gerold zijn. Ik droomde al dat ik in bad lag. Het is heel moeilijk voor iemand die zo groot is als ik een veilig plekje te vinden om te slapen. Kom maar mee, dan gaan we naar mijn oom Emo, meneer de reus. Die kan namelijk heel goed toveren. Toverstokje en kristallenbol, doe me een plezier en maak van dit meer weer een rivier. Gossie, wat knap. Ik wou dat u mij kleiner kon maken, dan kon ik eindelijk eens rustig slapen. Ik heb nog iets beters voor u. Ik geef u 2 hoeden en dan kunt u kiezen tussen groter worden en kleiner worden. Als u de grote hoed opzet, wordt u groter en als u de kleine hoed opzet, wordt u kleiner. Oh, dank u wel, oom Emo. Dit is geweldig. Want soms is het heel fijn om klein te zijn. Maar soms is het heel fijn om groot te zijn. Als ik groot ben, kan ik de omgevallen bomen gemakkelijk opruimen. Kom, Aldo, het is tijd om naar huis te gaan. Dag, meneer de reus. Aldo en de vliegende stofzuiger. Aldo was op een dag druk bezig met het schoonmaken van zijn huis toen er hard op de deur werd geklopt. Het was de koning. Aldo, je moet me helpen. De prinses is ontvoerd. Lees dit briefje maar.
Betaal 100 goudstukken als u de prinses terug wilt hebben. Afzender de gebroeders Grijpgraag van de Paarse Berg. Maakt u zich maar geen zorgen, majesteit. Ik zal haar gaan halen en dat kost u geen 100 goudstukken. Vluchtstofzuiger, op naar de Paarse Berg. Vlieg erheen en probeer op de top te landen. Kijk, stofzuiger, daar gaan de gebroeders Grijpgraag. Maar de prinses hebben ze niet bij ze. Oh, daar is de prinses. Ik zal u bevrijden. Wees maar niet bang. Ze hebben me meegenomen, Aldo, en hier vastgebonden. O, Aldo, hoe moeten we hier wegkomen? Daar zal de vliegende stofzuiger voor zorgen, prinses. Kijk uit, Aldo. De gebroeders Grijpgraag komen terug. O, wat moeten we doen? Wees maar niet bang, prinses. Die lelijke boeven krijgen u nu niet meer te pakken, hoor. Ik zal ze tegenhouden. Ga weg, lelijkers. Als ik boos word, sla ik jullie kale koppen eraf. Kijk eens naar de vliegende stofzuiger, Aldo. Hij is vast ook heel boos, want hij vliegt als een razende heen en weer. Doe je best, hou vol. Het is maar een stuk vliegend blik. Oh, dat had je geloof ik niet moeten zeggen, broer. Nu wordt hij echt kwaad. Help, help. Het is gebeurd met ons. We vallen naar beneden in zee. Kijk, prinses. De stofzuiger heeft die lelijke boeven laten zien wat een stuk vliegend blik allemaal kan. We krijgen je nog wel, Aldo. Wacht maar tot we uit het water zijn. Hé, jullie daar beneden, jullie denken toch niet dat we bang zijn voor domme, natte, grijpgrage boeven? Aldo, ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Dat hoeft niet, majesteit. Ik heb het graag voor u gedaan. Aldo en de vliegende stofzuiger. Op een dag in de zomer kreeg Aldo bezoek van de prinses. Zullen we een eindje gaan vliegen op je stofzuiger, Aldo? Dat is goed, prinses. Waar zullen we naartoe gaan? Dat mag jij zeggen, Aldo. Nu vliegen we langs de vuilnisbelt van de maan. Hoe vindt u het hier? Hé, leuk, Aldo. Wat een vreemde dingen slingeren hier rond. Hé, een stuk kaas met gaten. Joepie, we vliegen door een gat in de kaas. Kijk, de maan, Aldo, is die van kaas gemaakt? Weet u wat? We gaan het vragen aan mijn vriend het maanmannetje. Mag ik u voorstellen aan het maanmannetje? Welkom, hoogheid. Hebt u trek in een kopje maanthee? Lieve help, kijk eens naar al die muizen. Ze knabbelen aan al uw spulletjes. De stoel, de kast en zelfs de trap. Ja, de muizen hebben eerst al mijn kaas opgegeten. Maar nu de kaas bijna op is, beginnen ze aan mijn huisje te knagen. Pas op, stofzuiger. De muizen knagen aan je slang. Kijk, hij zuigt ze op. Ik hoop dat hij de muizen geen pijn doet. Nee hoor, hij blaast ze alweer uit. Nu zullen ze hem wel met rust laten. Aldo, ik heb een geweldig plan. Laten we de muizen naar dat grote stuk kaas op de vuilnisbelt brengen. Dan kunnen ze weer gewoon kaas eten. En het maanmannetje heeft geen last meer van de muizen. Dat is een goed idee, prinses. We vangen de muizen en stoppen ze in een zak. Achter je loopt er nog heen, Aldo. Alle muizen zitten in de zak. Ik ga ze wegbrengen. Wacht hier op me, prinses. Ik ben zo terug. Ik hoop maar dat de muizen niet luchtziek worden, stofzuiger. Piep, piep, help. Alsjeblieft, muizen, eet smakelijk. Piep, piep, smak, smak. Wat een heerlijke kaas. Dankjewel, Aldo. Kom, stofzuiger, we gaan terug. Ik heb trek in een kopje maanthee. Dag, muizen, en eet niet alles in één keer op. Alsjeblieft, prinses, maanthee met taartjes. Het was een heel leuke dag, Aldo. Wat gaan we morgen doen?